Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuw Ups & Down. Ik heb Jordi al naar school gebracht. Ik ben al naar de winkel geweest. Ik had nectarines in de tas gedaan. En meneertje daar vond het een goed idee om een nectarine op te eten. Top natuurlijk, helemaal prima. Maar die dingen die lekken als een zeef. Dus ik kan hem helemaal om gaan kleden. Hij is psych nat. Dus dat ga ik zo even doen. Ze zitten nu even aan een broodje. Ik maak daar nog even een beetje bloem voor ze. En dan kijken we hoe de dag loopt. We zien het allemaal wel. Ik ben er weer moeder van. Alhoewel, ik ben blij dat de dag, dat de week weer begonnen is en dat niemand ziek is. Ik ben een beetje de pineut. Maar ja, dat kan ook komen door het feit dat ik ongesteld ben. Dus we gaan het gewoon zien hoe het loopt. Er zijn wat dingetjes aan de hand. Ik ga hier later meer over zeggen. Ik ga nu eerst zorgen dat de kindjes eten hebben. En dan ga ik het uitleggen. De kindjes hebben gegeten. Eventjes een simpele uitleg. Jordi heeft een tijdje terug botox gehad. Na 6 weken is die botox alweer aan het afbreken gegaan. En komt het erop neer dat die botox eigenlijk aan het uitwerken is. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Nou is het zo dat ze hem dan 5 dagen willen opnemen en willen kijken hoe en wat. Maar ik heb het er ook met zijn school over gehad, met zijn fysio over gehad. Hij zet een masker op. Hij zal never nooit niet laten zien hoe en wat. Dus die 5 dagen opname zie ik niet zitten, want dat is gewoon voor niks. Nou is hij vandaag weer naar school geweest en in principe hij heeft geen koorts meer. Hij poept gewoon weer de normale poep die hij moet poepen. Hij heeft geen paracetamol meer nodig, et cetera. Dus kortom, Jordi mag gewoon weer naar school. Nou is het zo dat hij kwam op school en hij had dus net gepoept. En ze gingen hem verschonen. En ze doen de deur open van de verzorgingsruimte. En het kind brak. Het kind wou niet verschoond worden. Omdat hij gewoon een trauma heeft aan zijn achterste. En dat is afgelopen week gewoon weer opgeleid. Doordat hij die buikgriep heeft gehad. Dat doet me als moeder zoveel pijn. Ik heb daardoor ook nog niet geüpload. Ik heb een heel gesprek gehad met zijn juf, zijn verzorgende, laten we maar even zo noemen. Zij denkt er precies hetzelfde over als ik. Zij gaat ook met de gedragsdeskundige praten, et cetera, om te kijken of er niet een oplossing is. Ik heb ook toen ik thuis kwam gelijk het Radboud gebeld en gevraagd of dat een telefonische afspraak naar voren geschoven kan worden, zodat ik met de chirurg kan praten hierover. We zijn aan het praten over een stoma. Maar daar zitten gewoon heel veel haken en ogen aan. Maar wat wel een feit is bij Jordi, is als de doorstroming goed is, dan hebben wij zo'n kind. Dan wil die alles leren. Dan wil die alles zien. Dan wil die alles doen. Dan kan die eten zonder filmpje. Dan kan die eten zonder speeltje. Dan heeft hij niet de buikpijn, waardoor hij zo belemmerd wordt. En die buikpijn komt gewoon weer terug. En dat is al 1 week of 2 aan de gang. Dat was voordat hij ziek werd, was dat al aan de gang. Dus het is niet zo van vorige week is het probleem. Nee, dat was van tevoren al zo. Maar als moeder, waar doe je goed aan? Als vader, waar doe je goed aan? Ik zit daar heel erg mee. En van de ene kant zeg ik, ik denk dat de stoma de oplossing is. Van de andere kant, het is een operatie, een grote operatie. Het is een riskante operatie. Maar ja, als dat de oplossing is, dan is dat de oplossing. Alleen, ik weet dat hij die 5 dagen, dat hij dan opgenomen zou moeten worden om te kijken wat hij doet. Want dat is gewoon ter observatie. Gaat hij niet aan meewerken, want ze gaan niet de Jordi zien die school ziet. Ze gaan niet de Jordi zien die wij zien. Ze gaan niet de Jordi zien die de fysio ziet. Jordi zet een masker op en
die zal zichzelf niet laten zien. En dat is het hele probleem. En het breekt mij gewoon als moeder om hem zo te zien. Want iedere keer dat het kind verschoond moet worden, is het een grote strijd. Een hele grote strijd. En nu is hij vrolijk, omdat hij een filmpje aan het kijken is. Hij is vrolijk, omdat hij thuis is in zijn natuurlijke habitat. Maar het is niet de oplossing. Een filmpje kijken om te kunnen kauwen is niet de oplossing. Een filmpje kijken voor afleiding is niet de oplossing. En dat is gewoon het hele feit. We hadden hem zover dat hij zonder filmpje ging eten. School had hem zover dat hij zonder speelgoedje ging eten. Het is helemaal weg. En ja, dat doet ons pijn. Dus sorry voor deze uitleg. Dat die zo lang is. Maar het is gewoon zo. Ondanks dat ik me eigen zo voel, heb ik toch altijd wel weer twee kindjes die me opvrolijken. Nee, niet mama bijten, hè? Jordi vrolijk me ook op, hoor, daar niet van. Maar soms heb je gewoon even twee clowntjes. Hey! Hoe is je hier? Dit dus, dit heb ik ook af en toe nodig. Liam die wil me dit in mijn gezicht een lik geven. Die denkt dat hij hond is. Sammy is gedoucht. Liam is gedoucht. Jordi is gedoucht. Oh, en ik opstuk. En nou is het tijd voor een lekker flessie. En dan doen Liam en Jordi altijd samen in bed als we het boven doen. Ja, Sammy, die ligt lekker daar. Ja. Ik heb elkaar handjes te bewegen. Ik heb handjes, ja, maar Jordi heeft altijd graag handjes vast. Dat wil Liam niet. Dus ik ga nu naar beneden. Ik ga even alvast wat opruimen. En Niels die legt kindje in bed. En dan gaan we daarna eerst lekker een ijsje eten, toch? Ja. Mooi, dat is wat we gaan doen. Goedemorgen. Ik heb Jordi naar schooltje gebracht. Ik ga nu naar huis. Ik heb vandaag een Too Good To Go box besteld. Dus die gaan we straks ook even ophalen. En voor de rest hoef ik eigenlijk nergens heen. Wat goed van jou. Ja. Ja, doei. Ik heb even de Too Good To Go box opgehaald. Of in ieder geval de producten. Ik heb 6 broodjes. Ik heb een rond brood. Wat het precies is, weet ik niet. En ik heb nog een ander klein brood. En ik heb een halve cake. Dus ik vond het eigenlijk best wel een geslaagde. Ja, want als je gaat kijken, dan. Je betaalt als je dit gaat halen meer. Laten we het daarop houden. Dus ik ben er blij mee. Het kan in de vriezer. Dus behalve dan de cake, maar het kan in de vriezer. Er is best veel gebeurd sinds dat ik bij de bakker ben geweest. Ik ben geweld door de chirurg van Jordi. Ik heb het verhaal van Jordi uitgelegd. Wat het hele probleem is. En Jordi wordt volgende week dinsdag opgenomen ter observatie. In verband met zijn darmen. Dus dat is wat er gaat gebeuren. Ik heb ook gelijk het besluit gemaakt dat ik maandag nog een vlog upload. Dus ik doe gewoon deze week gewoon normaal zoals normaal. Maandag doe ik dan nog uploaden. En dan in die week
doe ik niks uploaden verder. Dus die vrijdag komt er niks. Ga ik nog allemaal wel eventjes laten weten, et cetera. Maar momenteel is het zo dat ik... een kind heb met opname. Volgende week dinsdag moet hij daar zijn. Dus bij deze. Ik ben ondertussen van alles aan het regelen. Gelukkig heb ik ook nog ouders die een paar dagen op kunnen vangen. Dat dus. En ik ga zo dadelijk eventjes eten koken, et cetera. Want ik heb net Jordi opgehaald. Het gaat momenteel wel oké met Jordi, maar niet perfect. En ik ga nu even ingrijpen, want Liam is er. Ik heb even eten gemaakt voor de kinderen. Voor mij en Niels is ongeveer hetzelfde, maar dat doe ik dadelijk pas als hij onderweg naar huis is. Tadaa! En ja, ze eten momenteel even met een filmpje. Jordi heeft momenteel wat buikpijn, dus ik wil gewoon dat hij eet. En hij gaat niet eten als hij buikpijn heeft, normaal. Dus doe ik het even zo. Ik wil geen gezeik van Liam hebben, dus ik ben gewoon heel even makkelijke mama. Klaar. Ik ben Jordi even ijsje aan het voeren. Die andere twee zijn nog aan het eten. Dus ik ben heel even aan het kijken. Hij vindt het lekker. Kom maar, papa. Net heeft hij het gewoon gepakt, toch? Dus altijd als ik ga filmen, is het over. Jawel, papa. Ah. Het is koud. En Sammy. Vind je het koud? Niet happen. Ja, wil je ijsje? Doe maar even. Lekker ijsje eten. Lekker ijsje happen. Het is koud. Hij wil eraan. Een hele goede morgen. Ik ben vandaag alleen met Sam. Vanochtend. Ik heb Jordi en Liam naar schooltje gebracht. Nu ga ik even naar de winkel en dan ga ik thuis opruimen. Ik heb gisteravond niks meer gedaan. Ik had geen energie meer. Dit vreet energie zoiets bij mij. Dingen regelen, et cetera. Dus ik ga even naar de winkel, een paar boodschappen doen. En dan naar huis. Ik ben naar de winkel geweest en ik kwam deze tegen. En ik vind gember niet lekker, maar er stond appelcitroen bij. Dus ik dacht misschien, ik ga het gewoon eens proberen. En ik dacht, ik neem jullie hierin mee. Als ik een vies gezicht trek, dan hebben jullie daarbij bij deze gelachen. Hij ruikt heel citroenig, dus ik hoop dat het meevalt. Ik durf niet. Ja. Ik moet dit nog. Dat branden vind ik allemaal helemaal niet eens zo erg. Dat is allemaal het probleem niet. Die smaak. Nou, daar gaat hij. Oh, dat laatste druppeltje dan mogen we hebben. En ik heb natuurlijk die gastric bypass gedaan, dus mijn maag zit gelijk vol. Nou, dat was hem. Inmiddels hebben we Jordi opgehaald, heeft iedereen gedronken. Daar ligt Liam, die ligt gewoon lekker relaxed, die is zo chagrijnig.
Jullie is daar, Sammy is daar. En ik zit even lekker op mijn kont, want ik ben gewoon moe. En dat mag. Ik had straks toch die gember shot. Ik zal eventjes de groente shot erbij pakken. Ze noemen dit Green Guts. Kijk, hier zit appel, komkommer, courgette, pastinaak, avocado, spinazie, citroen, venkel, gember en munt in. Ja, oh, ik ben trouwens eten aan het maken voor de kinderen. Niels en ik eten vandaag makkelijk pizza. Dat doe ik mezelf aan. Ik doe mezelf echt weer iets aan, hoor. Ik zweer het je, dit ruikt gewoon naar aarde. Naar... Ik weet niet. Ik ga het proberen. Oh, wat is dit? Vies, wie bedenkt dit? Wie? Het enige wat er fijn is aan dit goedje, dat is dat er munt in zit. En dus, ja, dat je een beetje munt nasmaak hebt. Dat is het enige. Dan moet ik de rest nog. Wie verzint dit? Wie zegt dat dit lekker is? Wie heeft daar gezegd dat dit... Oké. Ik durf echt niet. Ik durf echt niet. Dit zijn echt green guts. Wil je proeven? Ja. Wil je proeven? Nee. Wil je proeven? Wil je proeven? Hij ruikt het al, hij neemt het al. Vind je het lekker? Vind je het lekker? Ah. Hij vindt het lekker! Nee, meen je dit nou? Ah. Volgens mij vindt hij die echt lekker. Ah. Goed zo. Ah. Normaal is hij niet van zoiets eten of drinken, dus valt me niet tegen. Ik ga zorgen dat de kinderen gegeten hebben. En dan is alweer bijna tijd voor bedtijd voor je. Iets wat ik eigenlijk nooit heb met spullen, is dat ik het ga opboeren. Ik ben het aan het opboeren. Agressief spul dit. Daar liggen ze dan, onze schatjes. Lekker flesje, flesje, flesje. En... ze zijn allemaal gedoucht door papa. Papa heeft heel lief voor mama gedaan. Een hele goede morgen. We hebben vandaag niks te doen.
Nee. Nee. Wat dan? Nee. 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 Mama doet het dak bij jou, hè? Mama doet het dak bij jou, hè? Nee. Je bent niet goed. Nee. Waar heb jij dit van? Ik zweer het je. Inmiddels zijn de kindjes naar bed geweest. Ik heb het een en ander gedaan. Ik moet nog een hele hoop doen. Ik heb geen was gedaan. Ik heb ook nog geen fles afgewassen. Ik heb nog geen zin in gehad. Dus dat gaan we nog doen. Mijn papa's werken. Sam is net wakker. Liam is huilend wakker geworden. Dus die is chagrijnig. En Jordi die slaapt nog. Dus daar moeten we het even mee doen. Jordi is al klaar met eten. Sammy is nog aan het eten. Liam is nog aan het eten. Dus we blijven nog heel even aan tafel zitten. Ik eet met Niels, dus ik ga zo dadelijk heel even het eten voor ons klaarmaken. We eten eigenlijk gewoon hetzelfde, maar ik vind bijvoorbeeld de aardappeltjes vind ik dan lekkerder als ze opnieuw eventjes in de airfryer zijn geweest. Of in ieder geval als ze vers in de airfryer zijn geweest. Ik en Niels zijn nou aan het eten. Liam heeft niet zo heel goed gegeten. Dus Liam komt er gewoon gezellig bij aan tafel zitten. En dan doet hij gewoon groentes en dat soort dingen bij ons gooien eigenlijk. Wij vinden dat niet erg, want we hebben genoeg. Maar hij zou dit dan doen. Hij is aan het dippen met een asperge in de mayo om vervolgens het af te likken. En weer opnieuw. Ja. Je moet ergens je lol uithalen, toch? Kindje slapen. Mm-hmm. En wij gaan ook zo. Ja. Dus bij deze bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.